Oké, let's go. Ik ben Maximiliaan Verheyen en binnen 6 maanden wil ik me kwalificeren voor het Belgisch kampioenschap powerlifting. Samen met mijn trainer Elias en cameraman Mitch ga ik op zoek naar mijn fysieke grens. Dit is Max Out. Eerste maand zit er ondertussen al volledig op. Het was een heel slopende maand. Het was terug wel zo wat in het ritme geraken van het fitnessleven. Wat we vandaag eigenlijk gaan doen is, we gaan een keer naar Elias om te gaan kijken hoe dat de afgelopen maand is geweest. En dan ook een keer bespreken hoe dat we de komende periode gaan aanpakken. Maar voordat we vertrekken maak ik weer mijn ontbijt, wat ik eigenlijk al sinds het begin van Maxed Out elke dag aan het eten ben. Dat is basically gewoon havermout met Nesquik en pindakaas en daar een appeltje op. Roeren in de pot en dan eet ik dat op. Dat is altijd mijn ontbijt, elke dag. In het begin hebben we heel veel tijd moeten spenderen aan eigenlijk je vorm. Omdat eigenlijk er waren heel veel dingen die beter konden. In het begin had ik een beetje schrik. Want je had heel veel beloofd en het gaat dit zijn en het gaat dat zijn. Ah, ja. En dan eigenlijk in de eerste weken al, dat je eigenlijk... ik zei tegen u, stuur mij je trainingen door. En dan moest ik 2 weken wachten voordat je je eerste trainingen doorstuurde. En ik begon al te denken van, shit. Het gaat zo in zijn. Maar ik werk nu wel de laatste... Vooral de laatste maand eigenlijk. Dat ik ben veel zelfzekerder aan het worden in mijn lift. Ik sta vaster. En het is ook echt mega motiverend om letterlijk elke training een nieuwe PR te hebben. Dus op bench, op squat, op deadlift, elke training, zelfs al is het maar 2,5 kilo, er is wel altijd een stijging. En ook bij mijn, bij mijn extra oefeningen, zo die extra's ook altijd blijven stijgen. Hoewel zeg, de trainingen zijn wel altijd onderschat. Hè. Het zijn wel echt 2 tot 3 uur soms in de fitness. Het is wel... De trainingen voor september waren wel echt, zoals ik daarnet heb gezegd, heel veel aanpassen. De eerste oefening die ik maandag altijd moest doen was 2-second pause squat. Dus dat betekent dat je stelt je recht, je gaat naar beneden en op je diepste punt blijft je 2 seconden. Dus in het begin had ik heel veel moeite met die 2 seconden houden, want als je zo'n gewicht van bijna 100 kilo in je nek hebt... 2 seconden is super lang, dus dat was echt van 1 en ik ging al terug naar omhoog. Dat moest 2 zijn, dus daar had ik heel veel problemen mee. Na mijn 2-second pause squat had ik mijn comp squat. En comp squat staat eigenlijk voor competition squat. Dat is basically je oefening die je gaat doen op je wedstrijd. Dus dat is uit de rack halen, naar beneden gaan, naar omhoog en dat is het. En daarna had ik ook nog, na al die setjes, ook nog een keer competition bench. Dus comp bench, en dat is terug basically wat je in de wedstrijd moet doen, is gewoon eruit halen. Naar beneden en naar omhoog. Maar ook dat was in het begin heel zwaar. En daar dacht ik ook wel echt van, fuck, dat gaat echt een moeilijke worden om op te stijgen in gewicht. Dan de dinsdag was een dag volledig gefocust op deadlifts. Deadlift is in mijn hoofd altijd wel de oefening waar ik het sterkst op ben geweest, vroeger toen ik nog fitnesste. Ik moest altijd beginnen met 2-second pause deadlifts. Ook hier terug het probleem, die 2 seconden. In het begin was het nooit 2 seconden, het was altijd 1 seconde, omdat ik dacht, ik kon dat gewoon niet. Ik kon geen 2 seconden dat houden. Woensdag was voor mij altijd een rustdag, was wel echt nodig, want maandag en dinsdag waren wel echt aanslagen op mijn lichaam. Dus woensdag even helemaal zen worden, om dan donderdag er terug in te vliegen met tempo squats en dan 2-second pause bench. Donderdag en vrijdag waren altijd heel moeilijke trainingen, of zijn moeilijke trainingen, want ik geef ook nog les. Dus dat was altijd 's ochtends wakker worden, les gaan geven en dan na mijn les... gaan trainen. Heel veel van die oefeningen die ik doe zijn heel belastend voor je onderrug en wordt het ook wel aangeraden om een bel te dragen. Gelukkig heb ik nog 1 liggen van toen ik 19 jaar was, maar daar heb ik wel heel wat dingen mee meegemaakt. En ik weet niet of dat een goed of slecht teken is, maar... Mijn belt waar ik al een maand mee aan het trainen ben, is kapot. Het is er gewoon afgebroken, hè. Dit. Nu ben ik een dikke man aan het worden. Of is die belt gewoon kapot? Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet is dat die belt echt fucking duur zijn. Kut. Dus ja, super kut dat die belt echt gewoon kapot was. Gelukkig mocht ik van Basic Fit wel een reservebelt gebruiken om te trainen. Terwijl ik aan het wachten was op het reparatiestukje van mijn originele belt. Oké. Goedemorgen. We zijn vandaag woensdag. Het is momenteel 9 uur in de ochtend. Ik heb 4 uur geslapen. Het was gisteren een lange dag. Heel veel werk gehad ook. Zoals jullie al hebben gezien, train ik heel vaak met deze belt. Het werkt met een soort van leversysteem. Dus dit hendeltje is er afgebroken. Normaal zat dat stukje daar zo op vast, maar dat is er dus volledig afgebroken. Maar
Ik weigerde om een nieuwe bel te kopen, omdat dat ja, is vrij duur. Maar ik kon wel op de website van Rise, het merk zelf, een nieuwe lever kopen. Nu, dat moest helemaal van Canada komen. Die is vandaag toegekomen. Volledig nieuwe lever. Ik ben ook al een beetje verdikt eigenlijk. Ik ben al een volle 2 à 3 kilo bijgekomen. Maar ik niet een vet, echt veel spieren gelijk. Och, de Righty Tighty Lefty Lucy. Nu, heel veel mensen vragen zich ook af van Maximiaan, waarvoor wordt die belt eigenlijk gebruikt? Heel simpel, als je die aan hebt en je doet die oefening en je braced, hè, dus je spant op, gaan je buikspieren tegen die belt gaan duwen, waardoor dat je automatisch van eerst rechter wordt geduwd. Nu, waarom gebruik ik zo'n belt en niet een belt die je gewoon lekker een riem kunt toedoen? Deze kun je gewoon aanlaten en dan kun je die openklikken en toeslaan. Het is veel gemakkelijker. Vorige editie zat ik hier. Ik denk dat ik hem nu een beetje groter moet doen, want ik ben dik man aan het worden. Hè. Amai. Rise zijn echt super goede belts. Naar mijn mening, een van de betere wel op de markt. Ze zijn goed dikke leer. Dikke bad met bieten! Ook elke ochtend starten met ijskoffie. Voilà. Oh ja, nice. Dat gevoel is ook echt zo pleasing. Hup, kijk, zo rond de middel. Hier lock. Hier rond. En dan kun je zien. Zo loopt je gewoon rond, dit is chill, hè? Gewoon tijdens je rustsetjes. Vanaf dat je set toe, geen gepruts meer met zo'n riemgevoel. Gewoon intrekken en die lever, voilà, en dat zit vast. Kijk, en dat is het voordeel, hè? Dan heb je gedaan en dan doe je gewoon, ops, top. Dat was basically september. Het was heel veel terug gewoon worden aan de bewegingen en het gewicht terug zo wat gaan zoeken van wat dat past. 4 weken goed afgerond, elke dag goed gaan trainen. Maar dan moest oktober nog beginnen. En dat was echt een serieuze koek. Oké, we zijn maandag. Ik weet niet hoeveel oktober. Ik ben bros. Het haar begon echt gewoon de hele tijd in mijn gezicht te hangen als ik aan het trainen was. En het was ook gewoon kut. En de kleur trok op niets. Dus ik heb gewoon korte pijn. Het is ook veel aangenamer. Maandag zijn echt de meest fucked up trainingen. Dat zijn squats en bench om te beginnen. Dus die duren ongeveer al een uur en een half om te doen. En dan moet ik nog mijn accessories doen. Dus eigenlijk alle extra oefeningen dan niet squat, bench of deadlift zijn. Dus kijk, ik ben daarom 8 uur naar binnen gegaan. Het is nu 11 uur. Dus ik heb daar 3 uur gezeten. En mijn dag moet nog beginnen. Dus dat is echt fucked up. Ik moest niet naar Antwerpen. Dus het is wel... Ik heb het denk ik al veel gezegd, maar trainen is wel echt een opgave. Er zijn echt veel dingen dat ik moest schuiven in mijn agenda om die trainingen ertussen te krijgen. Dinsdag 1 oktober waren echt hands down mijn favoriete training van heel de week. Ik ben er nu al echt achter gekomen dat deadlifts zijn wel echt een oefening die ik super graag doe. En het is ook de oefening waar dat ik afgelopen maanden het meeste progress op heb gezien. Ik heb bij Elias in september getest en mijn maximum was daar 135 kilo. En ik heb nu bij mijn laatste training 185 kilo in de lucht getrokken. Maandag en dinsdag had ik wel terug altijd de woensdag nodig om wat te recupereren. Ook in oktober was dat het geval. Om dan de donderdag en de vrijdag er terug helemaal in te vliegen. In september dacht ik al dat het zware dagen waren, maar in oktober was het echt erover. Zo heb ik ergens midden oktober een heel zware 3-daagse gehad. Oké. Ik moet mijn kap leren afdoen, want ik lijk echt op een duim. Heel drukke 3 dagen. Eergisteren 3 uur geslapen, omdat ik een export moest doen voor Jeff. Ik ga trainen, PR's gehaald. Vandaag wekker om 5 uur, het is momenteel 6 uur. Dit is toch ongelooflijk, wie ben ik? Deze toewijding. Vandaag laatste training van de week, maar ik wou die er wel nog tussen hebben. Maar ik ben mijn koptelefoon vergeten, dus ik moet nu naar van die fucking basic fit muziek luisteren. Dus dit is echt het hatelijkste wat er bestaat. Hè. Vertrekken thuis en dan doorhebben dat je koptelefoon niet doorhebt. Ach. Ook morgen checken we bij Elias, dus ik wou deze training er sowieso wel nog bij hebben. Maar dit zijn wat de dagen dat je denkt van... Moet dat echt... De trainingen van donderdag en vrijdag waren vrij straightforward, maar wel heel zwaar op het einde van de week. Donderdag moest ik tempo squat doen en competitie bench. En dan de vrijdagen van oktober waren echt nog zo'n goede slag in je gezicht om de week af te sluiten. Want dat was dan niet gewone deadlifts, maar 1 second pause deadlifts en dan nog een keer tempo bench. Dat was weer zo die deadlifts recht komen, 1 seconde houden en dan pas volledig strekken.
En dan na al dat, wat geloof mij, deadlifts zijn een van de meest uitputtende oefeningen dat er bestaan. Daarna nog een keer benchen. Amai. Ik heb nu ook van mezelf de gewoonte gemaakt. Ik neem altijd eten mee naar de fitness. Want na 3 uur trainen, gaan niet. Dus ik heb nu altijd een banaan of een koekje mee, want na mijn compounds ben ik echt altijd volledig kapot. En dan moet ik nog aan mijn accessories beginnen. Dat is echt... Ja, leuk is anders. De maand is gedaan, maar ik heb ook een leuk conceptje bedacht waarin dat we elke aflevering gaan samenzitten met 1 of 2 influencers om te kijken hoe dat het gesteld is met hun conditie en daar een soort van wedstrijdje rond te doen. Deze aflevering zitten we samen met Jonathan. We zijn hier vandaag in Willis Personal Training in Kruishem. Ik mag deze zaal hier gebruiken voor Max Out in de stop. Hè. Het is trouwens Maarten. Maarten, kom. Dit is Maarten. Als je denkt van, ik wil echt mega shredded worden, of ik wil er echt wel sexy uitzien voor volgende zomer. Ik ben de man. Zeg je Instagram? Instagram voor Willem Personal Training en dan zie je wel. En dan we gaan na deze challenge gaan wij samen oefenen. Sowieso. Elke aflevering nodig ik een influencer uit om te kijken hoe dat gesteld is met een conditie. Vandaag niet alleen. Vandaag zullen jullie het met mij moeten doen. Hoe gaat dat vandaag? Hoe gaat het met u? Goed. Dat is zo raar. Ik ben een beetje moe. Het is vroeg. Maxi dacht, we gaan 9 uur sporten. Nee. Ja, timing nee. Is ook wel echt volledig verpest vandaag. Ja, ik stond klaar 7:15. Meneer ging mij gaan halen. Dat is er toch niet van komen, 1:30 te laat. Hoe actief zijn jij bezig met fitness of sport in het algemeen? Ik moet zeggen, ik kom wel geregeld met de fitness, maar ik doe wel altijd hetzelfde. Ik doe altijd dezelfde dingen. Er zit echt 0,0 variatie in. Nee, 0. Ik ga altijd eerst een plomo. Vind ik leuk om te doen. Dan doe ik een tricep. Maar dit zijn toch allemaal technobewegingen? Dat is een challenge voor vandaag. Ik heb het al uitgelegd. Jij gaat vandaag, je bent de eerste. Ja. Jij gaat 40 keer 40 kilo squatten. 40 keer 40 kilo benchen. Je gaat dan ook nog een keer 30 burpees doen. En we gaan er ook nog een keer 30 sit-ups bij meten. Maar ik moet dat gewoon zo snel mogelijk doen. Kan ik aan. Dat wil ik hier opschrijven. Maar... ik zal het opschrijven. Ik kan u wel voor nieuws geven. Gaat sowieso wel de eerste plaats hebben. Yes, dat is wel opgevend. Ja? Maar dat is wel een ding die ik nooit doe. Dus ik weet niet of ik bij Boeing ga zitten. Dus ja, dat is wel een probleem voor u dan toch. Niet voor mij. Maar ga je me begeleiden? Ik ga je wel uitlachen. Dan kan ik wel. Hallo, ik ga het me zwaar begeleiden van je weg. Kan je wat jankt in de boekjes in? Kom, behaamheid. Het is de Influencer Cup. Totaal niet gebaseerd op Container Cup. Influencer Cup. Klaar? Ja. 3, 2, 1, start. Samen is verschrikkelijk. En denk je dat, hoe lang denk je op de eerste plaats te blijven? Ja, het is te zien wie dat gaat uitnodigen. Als je jaren uitnodigt, maar ik denk dat ik beter ben dan jou. Met alle respect. Even plat liggen, geen echte rimpels. Terwijl dat Jonathan hier neerligt, gaan we er zo naast. Oh my god. Hebben we hier
het officiële scorebord van de Influencer Cup. Met hier. Hier, eerste plaats, Jonathan Bidaar. Volgende aflevering, nieuwe kandidaten. Als je zelf een voorstel hebt voor kandidaten, laat maar weten in de comments. En denk dat dit ook is voor deze aflevering. Dank wel voor het kijken naar deze aflevering van Max Out. Duim naar omhoog mag altijd, duim naar beneden mag ook. Maar als ze dat doen, dan worden ze hier gratis uitgenodigd om een keer ook af te zien bij ons. Echt gewoon sterven. Ik ben niet aan het afzien eigenlijk. Bij mij valt dat niet. Och jongen, veel dat. Tot volgende maand. Aan mijn oude weg.